U kijkt nu naar een gewoon Excel-blad. Dit model lijkt alsof het gewoon in Excel gemaakt is. Toch is er één groot verschil. Dit model bevat geen enkele, maar dan ook geen enkele berekening. Daar is Excel toch sterk in. Nee, dit model wordt gestuurd door Visual Basic. Een Visual Basic geeft u mogelijkheden die u anders niet zou kunnen doen in Excel. Bijvoorbeeld, een van de dingen is het maken van een user form. Hier wordt op een gegeven ogenblik een hoeveelheid informatie opgeslagen op basis van keuzes die de gebruiker maakt. En zoals u ziet zijn de keuzes eigenlijk zoals u gewend bent standaard in Windows te werken. Toch is dit nog steeds Visual Basic. Op het moment dat ik klaar ben en ik zeg oké, wordt ook dat wat ik geselecteerd heb weggeschreven naar die positie. U ziet het, hij staat hier netjes te staan. Hoe wordt dit aangestuurd? Ik zei u al, dit is compleet geschreven in Visual Basic. En in Visual Basic schrijft u codes. U ziet hier een stukje code. En deze code hoort bij een bepaalde module. En hier omschrijft u wat hij doet. Zoals u ziet, Visual Basic is meer tekst dan dat het iets anders zou kunnen zijn. De tekst stuurt alles aan. En u moet dus, als u in Visual Basic werkt, de taal beheersen. Naast de taal is Visual Basic altijd in het Engels. Dus u zult ook nog een beetje buitenlands moeten praten. Uiteindelijk doet u in Visual Basic de dingen die u in Excel absoluut niet zou kunnen doen.